Ik heb jullie nodig. Telesur heeft jullie nodig. We zijn een staatsbedrijf. Suriname heeft jullie nodig. Als ik zie gisteren in het kader van het TNBP-project hoe onze engineers bezig zijn om services te leveren aan klanten in het veld, in de gaten, dan begrijp mij alleen een gevoel van trots. Ik ben trots om telesuurder te zijn. En ik denk dat ook die mensen trots zijn. Want we weten allemaal waarvoor we het doen. En dat is voor een betere toekomst, niet alleen van het land en het bedrijf, maar ook van onszelf als medewerker. Dat was de boodschap van telesuurdirecteur Mike Antonius aan het personeel. De telesuurders waren vandaag in de gelegenheid felicitaties uit te brengen aan de directeur, die vandaag precies een week geleden officieel is benoemd in deze functie. Antonius zegt dat de benoeming als een verrassing bij hem is aangekomen. Maar zijn levensmotto is "Luck comes to a well-prepared mind." Volgens hem is er in principe geen verschil in de uitvoering van zijn werkzaamheden. Uiteindelijk gaat het om een vrij verantwoordelijke job en daarbij gaat het er wel om dat het goed is dat je in ieder geval doet met de verantwoordelijkheid om te kunnen gaan. Want men stelt van buiten dat de aandeelhouder waarschijnlijk tevreden is over uw performance en dat u daarom nu officieel bent benoemd. Dat is sowieso het geval. Zelf ben ik nog niet heel tevreden over mijn performance. Ik ben vrij kritisch naar mezelf toe. Er zijn een paar dingen waarvan ik denk van hey, dit moet en moet gauw beter en daar werk ik ook aan. Maar in ieder geval is er wel genoeg vertrouwen vanuit zeg, de eigenaar van Telesur naar mij toe. Telesur is dus nu bezig met het Telesur Nationaal Breedbandproject. U weet dat vanuit de gemeenschap er nog steeds geklaagd wordt dat ze niet tevreden zijn over de internetsnelheden, over internet in zijn algemeenheid. Wat zegt u tegen de bevolking? Nou, niet in ieder is inderdaad tevreden. De tevredenheidsgraad zal steeds verbeteren. We hebben nu 12.000 huishoudens die wel tevreden zijn. En dat zijn de huishoudens waar we dus nu al fiber hebben uitgerold en waarbij de mensen tussen 10 en 20 MB aan bandbreedte, zeg maar, wat we dat leveren. We werken er naartoe, naar rond augustus toe. Om 30.000 huishoudens dan die snelheden te bieden. En dan vervolgens is er een traject naar april 2019 toe. Waarbij we dan de rest van de huishoudens gaan deze service zullen leveren. Dus het zal nog even duren. We zijn erop voorbereid. Maar wat we ook gezegd hebben is zo gauw die klachten er zijn, sneller op inspelen. Want ook tijdens het proces van zeg maar de huidige service naar de nieuwe, zijn er wat fouten die er kunnen ontstaan en die moeten we zo gauw mogelijk oppikken. Tot zover Mike Antonius, die de vorige week officieel benoemd is als directeur van het telecommunicatiebedrijf Telesur. Dit heugelijk feit heeft hij vandaag met het personeel gevierd. Hij beseft dat niet het voltallig personeel nog aan boord is, maar zegt hij, het schip zal hoe dan ook varen en we proberen met een volledige bemensing de toekomst in te gaan.